Meneer Visser, u bent directeur-eigenaar van Wekovi. Hoe bent u in deze business terechtgekomen? Mijn vader begon in 1971 met Wekovi, dus ik ben van jongs af aan al betrokken geweest bij de zaak. En het was geen vanzelfsprekendheid, maar het lag wel enorm voor de hand dat ik de stap zou maken het bedrijf in. Met geen geschieden in 1990 gestart bij Wekovi en in 1997 het bedrijf van mijn vader overgenomen. Wekovi, er zal een afkorting ergens van zijn. Wekovi staat voor Wessels Combinatie Visser. Wessels was een compagnon van mijn vader in de beginjaren die hem met name financieel op weg heeft geholpen. Wij zijn een handels- en productiebedrijf, actief in een drietal markten. De eerste plaats is dat de professionele schoonmaakmarkt met ons merk Wekolijn. Maar we doen ook heel veel onder het label van onze opdrachtgevers. Daar leveren wij professionele schoonmaakproducten. De tweede industrie is de recreatieindustrie. Bungalowparken als centerparks, molenkaten natuurlijk hier vooral ook bekend. Maar vele meer, daar leveren wij gastartikelen. Vast wel bekend met een pakketje wat in een huisje klaar ligt bij Centerparks. Met daarin een doekje en een dweiltje en een borsteltje. Dat is de basis binnen die markt, maar inmiddels leveren we daar een heel breed pakket. Eigenlijk alles wat zichtbaar is voor de gast in een recreatiewoning. Keukeninventaris, slaapkamerinrichting, dat verzorgen wij. En op de laatste plaats zijn wij actief binnen de retail, een groot winkelbedrijf, supermarktketens. Waar wij private label schoonmaak doekjes met name leveren. Er is ook Birmingham zit er ook tussen. Hoe kijkt u tegen premier May aan? Ja, nou dat is misschien wel heel erg persoonlijk. Ik denk dat de vraag gelegen is in de Brexit. Het kwaad is reeds geschied, zullen we maar zeggen. En May die moet dat zo goed en kwaad als dat gaat tot een goed einde zien te brengen. Maar dat baart ons zorgen. En maakt ook dat wij activiteiten ontplooien inmiddels om in de aanloop naar de Brexit en dan het meest negatieve scenario, dat we daarvoor aan het oplijnen zijn om niet verrast te worden door de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt. En de verwachting is dat wij een hub gaan vormen in Engeland met eigen opslag in Engeland om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen en niet meer de fijnmazige distributie die we nu vanuit Zwolle naar Engeland doen. Om die straks op een andere manier te gaan inrichten. Wij zitten hier sinds 1997, dus 21 jaar inmiddels. Het gebouw toen de tijd op de groei gekocht en dat kunnen we als geluk beschouwen. Want 21 jaar in nog steeds hetzelfde pand met de groei die we hebben doorgemaakt. Dat geeft aan dat we op de groei gebouwd hebben toen de tijd. Maar inmiddels zijn we dusdanig ver doorgegroeid en zijn onze plannen naar de toekomst van die aard dat wij, en dat is hier zichtbaar, inmiddels de ruimte niet meer hebben en ook gangpaden beginnen vol te zetten. Nou, dat is een klein voorbeeld van de reden dat wij groter gaan. We hebben meer ruimte nodig. De A28 loopt hier. Hier wordt op dit moment Headland gebouwd en Tereka. En daarnaast, hier is het bosje met het water, dus daartussenin komen wij. Het roze gedeelte, dat wordt het bulkmagazijn met smalle gangen en een hoogte van 15 meter. De paarse ruimtes eromheen is hier vooral productieruimte. Maar op deze lijn maken we voor de retail, in dit geval anti-verkleuringsdoekjes, color catcher doekjes. Die worden hier verwerkt, dus gevouwen en gesneden. En vervolgens in doosjes verpakt. Dus dit is de nieuwste lijn. Hier verwerken we naaldvilt vanaf rol tot eindproduct. Dus deze machine die kan bedrukken, vouwen en snijden. We bedrukken nu niet. Normaal gesproken gebeurt dat in het voortraject ook nog. Deze lijn draait op ongeveer 700 doeken per minuut. Meneer Visser, ik heb begrepen dat u hier 12.000 vierkante meter gekocht heeft. Nou, de 12.000 meter ligt hier voor ons, tot aan de snelweg. Het grote magazijn, het pelletstellingenmagazijn waar ik het eerder over had, komt tegen de bosrand aan te liggen. Parallel daaraan aan deze zijde wordt de expeditie en dat loopt over in productie, wat ook parallel aan de snelweg doorloopt. En op de productie, parallel aan de snelweg, komen de kantoren, 1000 meter kantoor op de verdieping.
U heeft gekozen voor Hattemerbroek. Zou u het kort nog even kunnen zeggen wat uw overwegingen waren? Ja, nou ja, de eerste stap is natuurlijk dat je moet gaan vaststellen dat je om de toekomstige groei te kunnen huisvesten moet gaan nieuwbouwen. En dat we dat op de bestaande locatie niet meer konden realiseren. Dan ga je om je heen kijken wat de mogelijkheden zijn. We zitten nu op de Marslanden, dat lag natuurlijk het meest voor de hand. Daar is geen mogelijkheid om verder uit te breiden. Dan ga je verder kijken, dan kom je op Hessepoort terecht. Een prachtig bedrijfsterrein in Zwolle. En als alternatief HTO. Niets ten nadele van Zwolle, maar ja, ik heb hier de mogelijkheid om direct aan de snelweg te zitten. En dat heeft voor mij toch wel de doorslag gegeven om te kiezen voor HTO. En helaas, moet ik, zeg ik wel met pijn in mijn hart als geboren en getogen Zwollenaar. En helaas niet voor Zwolle. Nogmaals, niets ten nadele van Zwolle. Ook een prachtig terrein. Hoe belangrijk is een zichtlocatie voor u? Wij zitten in business-to-business markt. Is minder van belang dan een bedrijf wat zich vooral ook richt op de consument. Want er komen hier natuurlijk veel auto's langs en daar zitten allemaal consumenten in. Aan de andere kant werken die consumenten ook vaak weer in bedrijven. Daar moeten wij het van hebben. Dus het is niet van levensbelang voor ons om aan de snelweg te zitten. Maar het is wel een pre en mede ook gezien de courantheid van het pand heb ik dan toch voor deze locatie gekozen. Maar het is vooral de ligging hier. Enerzijds aan de snelweg, anderzijds bij de toekomstige nieuwe afrit zitten we hier qua locatie dan net even wat mooier. Nou, volgens mij zit de swing er inmiddels in. Er is activiteit, er wordt ontwikkeld. We zien dat aan de wat dichter richting Zwolle met Bakker. We zien dat er hier ontwikkeld wordt. Wij gaan straks starten. In de andere hoek wordt er ook gestart. Dus er is een hoop activiteit en dat maakt dat er reuring is en dat er meer aanvragen en verkopen komen. Ik hoor dat ook van HTO. Dus ik heb de verwachting dat het binnen afzienbare tijd hier gevuld gaat worden. Wanneer denkt u te starten met de bouw? Ik hoop dat we het kwartaal 1 gaan starten. We zijn druk bezig met de planvorming. Dat begint steeds meer vorm te krijgen. En ik hoop dat we daar zeker nog dit jaar gaan afronden en de vergunningsaanvragen ingaan. En ik hoop dat wij kwartaal 1 gaan starten. Wanneer mag ik komen om de opening te filmen? De opening zal zeker in 2020 gaan plaatsvinden. Ik heb nog een ijdele hoop dat wij aan het einde van 2019 met de verhuizing kunnen aanvangen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat begin van 2020 gaat worden.